Dit seizoen komt Mathieu van der Poel uit Hogeheide uit bij de belofte. Maar vanmiddag probeerde hij het ook al even bij de profs en ging hij de strijd aan met toppers als wereldkampioen Sven Nys en Niels Albert uit België. Ik probeer het gewoon te bekijken als een normale cross. Het is natuurlijk wel tegen de grote, maar ik denk dat dat niet nodig is om mij daar onnodig zenuwachtig voor te maken. Doel van Van der Poel is om zijn krachten te meten met de beste veldrijders van de wereld. Ik heb net al een half rondje op parcours gereden. Het is echt heel snel. Dat is wel in mijn voordeel, denk ik, want ik sta toch op de derde rij als ik het goed heb in de start. En dan kan ik wel het geluk hebben dat het wel op mijn sliertje blijft en dat ik kan opschuiven. Op de derde rij gestart dus, vlak achter wereldkampioen Sven Nys. Van der Poel heeft de kwaliteiten in ieder geval in zijn mars. Hij is namelijk al wereldkampioen op de weg en in het veld bij de junioren. En dat sliertje waar hij het zelf al over had, dat lukt hem aardig. Halverwege de rit rijdt hij nog steeds in de kop. Hij hoopte op een top 10 positie en met nog 2 rondes te gaan fietst Van der Poel zijn ziel uit zijn lijf. Vlak achter topper en ploeggenoot Niels Albert eindigt Mathieu van der Poel als tweede. Ik had mij in het wiel van Sven gezet en dat ging goed, maar die viel toen. En toen moest ik zelf nog het gatje dichtrijden toen ik bij de 4 koplopers kwam als Niels al gaan vliegen. En dan weet je ook dat je voor plaats 2 gaat rijden. Ik heb nog even geprobeerd, maar dat was niet meer mogelijk. Geen nummer 1 dus, maar zeker een verdiende nummer 2.